Dat is een goeie, maar ik denk niet dat hij dat het helpt. Als je verenigingsscheidsrechter bent, de naam zegt het al, gewoon met je eigen clubje fluiten, dat is goed. Ja, waarom niet? Dat vind ik wel een goede insteek, en zeker in de regio, want we hebben verenigingsscheidsrechters tekort. Dus het zou wel wat meer onderling mogen gewisseld worden erin, dat die mogelijkheid aanwezigheid is. Maar ik denk niet dat dat aan de KNVB is, ik denk dat dat meer aan de clubleiding ligt, om dat te regelen. Ja, ben ik het ook mee eens, want dan krijg je meer ervaring. Je zit niet alleen vast aan één club, je ziet niet elke keer dezelfde spelers. En dat bevestigt ook dat je dus objectief kan blijven fluiten. Ja, nee. Er zijn er ook, hoe moet ik het zeggen, flessen de zaak. Dat is gewoon, ik ben voor mijn thuisclub en de rest interesseert me niet. En dat vind ik fout. Ik vind als verenigingsscheidsrechter, dan moet je gewoon verstand op nul en gewoon fluiten via de regels en anders niks.